Hallo YouTubers, wij zijn Klein Avoid van Xbox 360 en vandaag heb ik voor jullie mijn 100ste video. Ik heb dit zeker en vast verdiend. Ik heb hard voor mijn video's gewerkt, ik heb lang voor mijn video's gewerkt. Al mijn video's heb ik gedaan om jullie te kunnen entertainen. Sommige video's gingen wat moeilijker dan andere, onder andere bijvoorbeeld de GTA parts. Dat ging wat minder, maar ik ga dat allemaal proberen terug in te halen met Call of Duty Ghost en de rest. Wat ik ook nog zeker één ding wil zeggen is, dank jullie. Dank jullie echt allemaal. Dat jullie echt gewoon elke video die ik heb geüpload hebben bekeken. Het zijn er nog maar een 100, er zullen er nog meerdere komen. Maar mijn 100ste video is voor mij ook niet echt heel speciaal, maar ik heb er toch aan gewerkt en het loont ook wel. Dus als ik nu kijk naar mijn channel, ik ben echt trots om te kunnen zeggen van kijk, Avoid is mijn clan. Ik ben trots op elk lid van de clan. En met elk lid bedoel ik ook wel echt letterlijk elk lid. Ik heb momenteel 91 abonnees, hij is terug naar beneden gegaan. Ik ga het laatste tijd alleen maar up en down. Ik vind dat ook eigenlijk jammer. Ik hoop dat ik omhoog kan gaan in plaats van altijd naar beneden. Ik hoop echt dat jullie alsjeblieft maken ons channel bekend. Alsjeblieft, ik kan het niet genoeg zeggen. Hoe bekender ik word, hoe leuker de video's zullen worden. Geloof me, echt waar. En toen ik zei dat ik elk lid van de clan apprecieer en wil bedanken, bedoel ik ook elk lid. Met al die leden bedoel ik Avoid Reverse, Demon of Poker, Fariko Ken, Avoid Malifar, Demon of Reggae, Fariko Hardwell, Avoid Attilius en Avoid Liquid. De members van de PC wil ik ook bedanken. De members van de PC zijn onder andere ook Avoid Liquid natuurlijk, mezelf. Ik ook, Avoid Impolite, Avoid Avians, Avoid Malifar en Avoid Attilius. Ik wil jullie echt allemaal bedanken, van de eerste tot de laatste. We hebben niet altijd even, hoe moet je dat zeggen? We hebben niet altijd dezelfde gedachten, we hebben veel meningsverschillen. Maar we zijn en blijven nog altijd een clan. En jullie kennen mijn regel, als jullie werken voor de clan, wil ik werken voor jullie. Laat het dan zien ook in de video's dat jullie er echt voor willen werken. Ik wil een leuke commentaar zien. Ik denk dat YouTube ook wel leuke video's wil zien. Dus laten we dan zodanig elkaar helpen dat ik niet boos moet worden. En dat jullie er gewoon hun werk blijven doen. Maar dit is nu niet even naar ons gericht. Het gaat nu even over YouTube. Sommige mensen vragen, er hebben al een paar mensen naar mij gevraagd waarom ik hiermee begonnen ben. En dat is eigenlijk allemaal begonnen omdat ik vond dat ik kon iets van Call of Duty en ik wou het laten zien aan de rest. Ik wou kijken hoe mijn niveau lag bij de anderen en wat jullie ervan vonden. Jullie hebben jullie feedback gegeven, jullie hebben gezegd wat jullie ervan vonden. Ik heb ernaar geluisterd, ik heb ernaar gekeken, ik heb mij aangepast aan wat jullie zeiden. En ik ben jullie er ook allemaal heel dankbaar voor dat jullie er tijd erin willen steken. Ik vind dat echt... Kunnen wij dat echt niet voorstellen hoe blij ik daarvoor ben dat ik eigenlijk feedbacks krijg. Als ik een reactie kan lezen op mijn video's, ben ik al blij. De laatste tijd heb ik 3 reacties gekregen. Ze waren in de slechte, in de negatieve zin. Maar dat maakt me nu niet echt uit. Ik krijg tenminste reactie. Als jullie het niet goed vinden, zeg het dan gewoon. Als jullie het wel goed vinden, zeg het dan ook alsjeblieft. Ik weet gewoon niet echt wat jullie willen. Jullie komen, jullie liken of disliken niet. En jullie comment niet. En jullie zijn weer weg. Er zijn van die video's dat ik echt likes van krijg. Dat ik in de 20 likes zit. Dat ik in mijn eigen pers van oké, dit was een goede video. Maar dan de volgende. Dan heb ik iets van een kleine 100 views. En dan de volgende video is mijn view ineens weer gezakt naar 30 of 40. Met 5 likes. Dat ik in mijn eigen denk van ja, waar zijn die andere 15 dan?
Maar dat zal waarschijnlijk aan mij liggen. Daar moet ik gewoon nog waarschijnlijk even aan wennen. Dat het niet altijd gaat zoals ik wil dat het gaat. Maar ik ga niet beginnen jammeren. Ik ga mijn eigen niet beginnen vergelijken met grotere YouTube-channels zoals QG Official, Red The Brat, PewDiePie, TheBusiness. Ik ga mijn eigen daar totaal niet mee vergelijken. Dat mag ik ook totaal niet doen. Die mensen hebben er al veel meer tijd en veel meer geld in gepompt dan ik. Maar zoals ik ook al zei, als deze klein iets wordt, wil ik er meer geld in pompen. Als ik er meer geld in pomp, wordt het ook automatisch leuker, mensen. Ik kan het je niet vaak genoeg zeggen. Deel alsjeblieft onze video's, like ze, share ze met je vrienden. Binnenkort ga ik nog een GTA 5 online doen. Met vrienden, met waarschijnlijk ook onder andere Sander en Kenyan. Ik weet niet of Kenyan er zal bij zijn. Ik ga het proberen. En Call of Duty Ghost komt er ook aan, daar ga ik ook het een en ander van doen. Als jullie. Ik weet niet of die trailer al geüpload zal zijn. Als die al wel geüpload is, laat me er ook zeker van weten wat je ervan vindt. Like hem, dislike hem. Ik wil het. Laat me gewoon alsjeblieft weten wat jullie ervan vinden. Van die trailer. En als die nog niet upload is, bij deze weet je, er komt een trailer aan. Ik denk dat die al wel geüpload zal zijn tegen deze video. Maar mensen, ik ga stiltjes aan mijn commentaar afronden. Het is een kleine video, het is gewoon even. Een kleine, ik weet niet hoe lang dit gaat duren, ik denk ongeveer een kleine 7,5 minuut, denk ik, als ik goed kan rekenen. Maar in ieder geval, dit is even een kleine bedankje, gewoon een bedankje voor jullie. Ik ben echt blij dat ik dit voor jullie mag doen. Ik ben blij dat jullie me feedback geven. Mensen, ik vind het echt awesome dat ik dit nog altijd kan blijven doen. Veel commentaar gekregen of dat ik niet gewoon zou stoppen omdat het niet vooruit gaat. Maar niet alles kan even snel vooruit gaan als van iemand anders. Ik ben blij met mijn 91 abonnees. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik kan er niet blijer mee zijn. Echt waar, mensen, ik ben hier echt trots op dat ik deze clan mag leiden. Als jullie de clan willen joinen, laat het me even weten. Stuur me een bericht via YouTube. Ga naar mijn channel en ik zal rechts bij info dan kun je een bericht sturen. Via daar een bericht. Daar een